Hey alle, ik ben Tim en ik bespreek elke zondagochtend om 8 uur met jullie de hints en theorieën. En in deze video de laatste hints en theorieën van aflevering 10. Er is er maar één. Die van opvallen 3. Oh. Dat is de mol is Anna, de winnaar is Fons, verliezend finalist Rosario. Ja, we hebben de mol gewoon goed. Ik ben daar heel blij mee, ik denk jullie ook. Voor de mensen die fout zaten, volgende keer weer beter. Hele goede molactie naar Anna, ook best wel goede aanwijzingen naar Anna. Ja, voor de rest is deze video niet heel boeiend. Het is meer een beetje de reactie van mij die je net hebt gezien. En mijn mening over het seizoen. Nou ja, ik ben heel blij met het seizoen. Tof seizoen was het. Ik wil jullie ook heel erg bedanken voor het kijken naar al mijn video's. Het was ook heel leuk om heel veel van jullie ook al te ontmoeten op de events allemaal. Aankomende zondag ben ik nog bij de Vendag van Wie is de Mol. En dan na de Vendag is het weer tijd voor de Mol België, waar we ook weer zeker bij zullen zijn. Maar goed, Anna dus. Perfecte mol. Leuke mol. Een soort Merel Westrik. Ja, dat is mijn mening van dit seizoen. Tot slot, ze leren ook nog andere projectjes komen op andere YouTube-kanalen. Maar daarover, dat zullen jullie vast nog wel ergens een keer gaan zien. En dan zullen we toch maar weer moeten wachten. Over het onbekende seizoen, geen idee. Rick zei tot de volgende keer. En daarna zei iemand anders van de Avrotros tot de live finale van 2025. Ik hoop dat onbekende seizoen er gewoon nog is in september. Dan gaan we daar weer mee verder. En anders, tot in 2025. Wat nog echt best wel lang duurt. Maar goed, eerst de Mol België. Bedankt voor het kijken naar al mijn video's dit seizoen. Ik wil jullie echt, echt heel erg bedanken voor het kijken. Volgend jaar zijn we natuurlijk weer met de Hintse Theorieën video's. Eerst komt nog de Mol België. Daarvoor kan je me ook nog zeker volgen. Bedankt voor het kijken en dan zeggen we alleen nog maar... Laters!